Een week geleden kregen topfitte paarden op een concours in de Spaanse stad Valencia te maken met een besmettelijke ziekte. Minstens vier paarden die daarbij aanwezig waren zijn overleden aan het rhinovirus. De internationale paardensportfederatie, de FEI, heeft daarom besloten om voorlopig de evenementen in tien landen niet door te laten gaan. En dat heeft ook zijn weerslag op de paardensportkalender van succesvol Manner op de tweespan, Stan van Eyck uit Schinveld. Je gaat er vanuit, ik heb gezonde paarden. Op het moment dat een gezond, fit paard iets krijgt, hoop je dat het meevalt. Op dit moment hoor ik er hier in de buurt weinig van. Maar mijn angst is meer, als de FVI nu toch stappen gaat zetten, we gaan verplicht dat je moet vaccineren, moet ik niet te laat zijn en daardoor meer voorbereidingswedstrijden missen. Om die reden schakelt Van Eyck zijn dierenarts in. Hij komt de paarden vaccineren. Maar wat is dat rhinovirus nu precies en hoe ontstaat het? Voor de paarden is het aardig veel besmettelijk. Tamelijk erg besmettelijk. Er zijn drie vormen ervan als je dat virus binnenkrijgt. Het is gewoon een herpesvirus. In de eerste plaats kunnen ze licht verkouden worden. In de tweede plaats kunnen ze een abortus krijgen bij drachtige herpes. En op de derde plaats is dat ze neurologische verschijnselen krijgen, waardoor ze gewoon niet meer goed kunnen opstaan, niet kunnen plassen meer. En het beste advies is gewoon twee keer per dag temperaturen. En een van de eerste symptomen is dat de paard een flinke koortspiek krijgt voor een paar dagen. En dan kun je heel goed met twee keer per dag temperaturen kun je dat uitsluiten dat je van je koorts krijgt. Aan de bel trekken en dan kun je hem behandelen. En dat gaat eigenlijk heel goed. Het probleem is dat onder stresssituaties, wanneer veel paarden bij elkaar zijn, dat je dan uitbraken kunt hebben van virusziektes. Net als bij de mensen. In dit geval was er een stal in Spanje, Valencia, waar ongeveer 700 paarden bij elkaar waren. Niet alleen de paarden kunnen het virus verspreiden, maar ook de mens kan via handen of kleding de infectie op het dier overbrengen. Heb je het zelf wel eens meegemaakt dat een paard van jou het rhinovirus onder de leden krijgt? Nee, gelukkig niet. Ik zie heel veel paarden, maar je zult mij nooit zien dat ik een vreemd paard gewoon ga aaien. Gewoon puur uh, uh, dat paard hoef ik niet aan te zijn, ga ik niet aan. Altijd uit voorzorg, omdat ik mijn eigen wedstrijdpaarden gezond wil houden. Van Eyck zou in Exlo zijn eerste wedstrijd rijden. ter voorbereiding op het WK in het Zevenum. Die wedstrijd stond door corona al op losse schroeven. maar is door de uitbraak van het rhinovirus nu definitief van de baan. Ik wil proberen natuurlijk in de sport zoveel mogelijk te plannen. Uh, ik, ben zelf, ik sla daar soms iets in door. Uh, ik heb zelf iets oudere paarden. of oudere paarden. In ieder geval paarden die wat uh, um, op conditie zijn. maar ervaring hebben. Dus ik heb niet. Alle wedstrijden nodig om ze voor te bereiden. Dus ik ben heel selectief geweest met welke wedstrijden ik zou rijden. Exlo was voor mij een opstartwedstrijd om te kijken, moet ik vroeg in het seizoen nog dingen aanpassen, waardoor ik later in het seizoen rustiger aan kan doen en mijn paarden fit en gezond kan houden. En dat is prioriteit 1 op dit moment: de paarden gezond houden. De telefoon van Horsmans staat dan ook rood gloeiend. Behalve dat ik 100 telefoontjes krijg per dag. Voordat mensen nog absoluut willen laten enten. De entstof helaas alweer uitverkocht is. Maar afgezien daarvan ben je de mensen aan het adviseren. En ik moet erbij zeggen tegen de echte neurologische vorm van de Rino. Dan kun je niet direct vaccineren, maar je kunt wel de uitscheiding bij de paarden verminderen. waardoor je minder risico loopt. Om de drie à vier jaar is er wel sprake van een uitbraak. Maar nu spreekt de FAI van de heftigste in tientallen jaren. En ik hoop dat na deze uitbraak, want die is wel vaker dus, dat dan een keer de verplichting komt om die enting ook verplicht te stellen en bij die internationale wedstrijden. Na de eerste prik moeten de paden drie à vier weken later nog een keer worden gevaccineerd. En twee weken daarna zijn ze voorlopig beschermd tegen het rhinovirus.